Welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Ik ga jullie deze week onthullen waar ik ga werken en vanaf waar jullie dus tegenwoordig de video's vandaan gaan zien. Ik moet je zeggen, ik heb er heel veel zin in en ik denk als jullie dadelijk de beelden zien die ik bedoel, dan jullie ook. Jullie krijgen eerst gewoon van mijn normale werk nog wat beelden te zien en daarna ga ik jullie een rondleiding geven in het nieuwe bedrijf. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb zo'n vermoeden dat jullie net zo enthousiast gaan worden als dat ik dat ben. Dus laat het vooral even weten. Veel plezier met de video en tot zo bij de eerste melding. Ik krijg net via de telefoon een flink ongeval door op de M470. Daar is dus een ongeval gebeurd. We hebben de melding nog niet binnen, maar ik heb mijn geluid aanstaan. Dus misschien als die nu nog in dat kleine stukje binnenkomt, dat jullie gelijk kunnen horen wat wij dan horen op het moment dat er een ongeval van de pechmelding op de snelweg of op de N-weg binnenkomt. En voorlopig zijn het alleen maar berichtjes. Maar ja, we gaan in ieder geval alvast die kant op, want de melding die zijn ze nu aan het aanmaken. Maar het scheen best wel serieus te zijn. Een persfotograaf had mij daarop gewezen van het ongeval. Er waren al 3 ambulances aangestuurd, de brandweer, politie. Ja, zeker als de brandweer ook wordt opgeroepen, is dat vaak omdat een auto opengeknipt moet worden of dergelijke. Dus we gaan even kijken wat daar is gebeurd. Maar dat is meestal geen goed teken als er zo grootschalig wordt uitgepakt. Dus we hopen dat het nu meevalt voor de betrokkenen. En we gaan die kant op. Melding is nog niet gevallen. Dus ik kan jullie het ook nog niet laten horen, anders laat ik de camera aan. Hij komt vanzelf een keer binnen. Trajectcontrole 80 km per uur. Ja, flitsmeister doet het nog wel. Dat is trouwens, als jullie flitsmeister hebben, moet je altijd even bevestigen of kruisje of het vinkje natuurlijk. Voor pech op de snelweg. Dat hebben wij als Bergen wel gedaan. We zijn er bijna. Het is hier boven, links boven daar gebeurd. Je ziet, ik weet niet of het op de GoPro te zien is, maar er staat daar een brandweerauto met oranje zwaailampen. Maar ik vermoed dat wij niks gaan doen. En dat is omdat ik via een belletje binnen heb gekregen, alweer, het tweede belletje, dat het gaat om een politiebus die op zijn kop legt. Of dat zo is, gaan we dadelijk zien. Oh ja, dat is zo. Dat kan ik al zien. Ja, dat wordt natuurlijk gewoon een politietakel. Daar heb ik niks mee te doen. Ja, politietakel staat er ook op bij. Er liggen 2 auto's op zijn kop. Eentje op zijn zij in ieder geval en eentje echt op zijn kop. Dat is die politieauto. Ik moest hier toch keren, dus om nog maar even een perspectief vanaf de andere kant te laten zien. Jij gaat mij hier niet nodig hebben, of wel? Weet ik niet, misschien wel hoor. Ja? Ja, voor nu. Nou, flink heftig ongeval. Maar wij zijn in ieder geval voor nu nog niet nodig. Ik zelf denk dat we helemaal niet hoeven te komen. En als er na deze opname niks meer van terugkomt, dan klopte dat. Moeten wij alsnog wel iets doen? Die tegenpartij, of tenminste degene waarmee de politie in botsing is geweest, misschien dat we die nog moeten ophalen? Ik denk het niet. Maar het zou, in theorie kan het wel. Dus als dat zo is, zien jullie me zo terug. Is dat niet zo, dan zien jullie mij bij de volgende melding. Dus hoe dan ook, tot zo.
We gaan even kijken bij een autootje met pech. Ik ben net langs dat ongeval gereden van die politiebus. Daar zijn ze nog steeds bezig. En wij hebben nog steeds geen oproep gehad. Maar wel van een pechgeval een stukje verderop. Dus die mensen gaan we even naar de afrit brengen. En dan gaan we eens kijken wat hier is gebeurd. Ik zag net iemand een kilometer of zo daarvoor over de vluchtstrook lopen. Dus misschien was die benzine aan of weet ik veel wat. Ik weet het niet. We gaan nu kijken. Wat is er aan de hand? Ja, hij valt uit en dan start ik hem en dan rijdt hij weer. Dus hij valt er weer uit. Maar ik had eigenlijk de vrijdag ook wel moeten gaan tanken. Dus ik hoop eigenlijk dat dat er is. Ik was net onderweg naar de benzinepomp. Ik kom er iemand tegen. Daar gaat er staat al een berging voor je. Ja. Ik denk nou, daar ren ik maar gauw terug. Oké. Mag ik van u de sleutel? Jazeker. Een flink ongeval, hè? Ja, ik zat erbij. Ja, dat zag ik. Maar dat wordt sowieso in beslag genomen. Ja. Dat was ook niet zo. Nee, maar die politiebus op zijn dak, die heeft ze blauw nog aanstaan. Ja. Hij is geen 20 gedaan. Wat zei je? Hij is geen 20 gedaan. Nee. Dat ze door het kruis komen, door die oprit. Maar ja, je zou zeggen, je hebt tijd zat om in te voegen. Alle tijd. Ja. Maar dit ongevalletje die nog op de zijdekant over zetten. Er is een nieuw drone bij. Ja, ik zag de VOA zo ook al staan. Ja, twee zelfs. En er komt nog iemand met een drone. Ja. Dat doen we wel even. Ja, maar dat is natuurlijk omdat de politie is. Wat gaat daar dan fout? Dat willen ze onderzoeken. Ja. Hij had gerookt, die politiewagen die kan gewoon maar rechtdoor. Zo'n wagen die kan gewoon rechtstuk. Ja. Drie ambulances opgeroepen. Ja. Maar de heli die was bij een dodelijk ongeval in mijn zere land. Oh, maar vuur heb ik al mee. Alleen ja, dus dan heb ik 25 agenten, burger, alles was goed. Ja, maar ja, dat heb je als er wat met politie gebeurt. Ja, ik snap het, maar het is toch te veel. Het was... Ja, dan ben je het overzicht kwijt. Er ging een agent in die auto, dingen te pakken. Er kwam er weer een officier van dienst die zei, joh, dat mag allemaal niet, want er komt onderzoek. Spooronderzoek, ja. Je moet overal vanaf blijven. Dat heb ik wel geleerd. Ik heb een keer die fout gemaakt. Ja, ik ben een keer helemaal in het begin ben ik per ongeluk door de sporen heen gereden. Ja. Overal loopt zo heen. Ja. Eén van de andere, één van de brandweer. Brandweer, ja. Die was op de motor. Ja, helemaal. Dus rustig. We staan misschien wel niet op 5 van. En dan nog 4 van de VOA. Ik ben benieuwd of wij nog opgeroepen worden voor de tweede voertuig, maar ik denk het niet. Voor de burgervoertuig. Van de politie gaat sowieso mee. Ja. En die andere denk ik, ik denk gewoon voor de normale, hoor. Normale burger. Ja? Dan moeten wij hem nog ophalen. Maar die leggen op zijn zij. Ja, maar die zijn nog bezig met focussen en met die drones stukken erdoor. Ja. Nou, we gaan het horen. Als het zo is, dan ga ik gewoon. Ik zie je bij de volgende. Zo. Auto weer op een veilige plek afgezet.
Er is nu geen tankstation in de buurt. Dus ja, ik ga er ook niet voor omrijden als iemand het verdomd om te tanken. Als het op de route ligt, dan wil ik altijd wel iemand helpen. Maar ja, als ik ervoor om moet rijden, ik ben niet degene die vergeet te tanken. Om wat voor reden dan ook. Dus dan moeten de mensen het zelf even uitzoeken verder. Ik kan niet altijd iedereen blij maken. Ik probeer het wel, maar het gaat niet altijd. Op naar de volgende. Dus we zijn onderweg naar de N470 om daar een pechgevalletje weg te halen. En wat altijd kloten is aan N-wegen is dat je daar meestal geen vluchtstroken hebt. Uitzonderingen daar gelaten. Bijvoorbeeld de N57 heb het over een heel groot deel wel. Maar de N470 heeft dat niet. Dus ik hoop voor die mensen dat ze me een beetje normaal hebben kunnen neerzetten. En anders zou ik er zelf dan alle tijden voor kiezen om gewoon in de berm te zetten. Want ja, mocht je vast komen te staan in de berm, is dat toch niet erg, want wij zijn al onderweg. Ik weet trouwens niet hoe dat zit met de eventuele verhaling van een kapotte grasmat, bedenk ik me nu. Dus zoek dat eerst even uit voordat je hem in de berm zet. Ik zelf had het risico wel genomen. Maar we gaan in ieder geval die kant op, even kijken hoe die mensen erbij staan. En dan kijken of we ze naar een veilige plek kunnen brengen. Dus tot zo! Volgens mij zie ik de weginspecteur van de provincie al staan. Dat is trouwens wat anders dan Rijkswaterstaat. Ik weet niet, ik denk dat jullie dat onderhand wel wisten. Maar je hebt twee soorten weginspecteuren. Van Rijkswaterstaat en van de provincie. En in ons geval is dat provincie Zuid-Holland. Maar zo hebben we natuurlijk door heel het land wat anders. Even kijken of we hem iets naar achter kunnen duwen eerst. Anders moeten we de hele weg blokkeren totdat ik klaar ben. Zonde van de tijd. Van al die mensen die hier. Middag. Hey, een stukje naar achter duwen, want anders blokkeer ik heel de weg. Hoe is het? Ja, goed. Mooi. Hallo. Nou, hij is in één keer mee gestopt. In één keer mee gestopt? Hij staat niet meer. Ja. De benzine zit er nog in, maar... Ja, oké. Okay. Misschien is het een stuiting of een rasbrek, maar ik ben er zet in. Ik ook niet. Ik doe maar alsof. Ah ja. Nou, lekker dan. Knip dat er maar uit dan. Ah, zo kom ik er wel voor. Oké. Okay. En dan wel even, wat is aan jou? Ja, het is zo druk. Ik kan dat nu echt niet doen. Ik ga je afzetten hier bij de Shell, een stukje verderop. Ja, je best wel meer betalen als je dat. Nee, het gaat maar helemaal niet om geld, joh. Het geld maakt niet uit. Nee. Ja, heel erg. Zo. Oh, goeie klap. Zo. Ik had wel verwacht dat die andere voor ons zou worden. Dat rode busje. Die ook op zijn zeilen had, maar ja. Ja, die hoort daarbij, dus dan is het wel een goede slag. Nee hoor. A13 blijven, dat is het. Het is natuurlijk, spits. Kijk, met alle liefde wil ik altijd iedereen helpen. Nee, ik dacht misschien als je van Spaanspolder komt, maar ik woon daar ook zelf. Ja. Ja, wij komen daar wel vandaan, maar dat is niet waar ik nu heen ga. Nee, dat is geen probleem.
Goed man, mag jij aan de bijrijderskant instappen? Ik zie jou weer bij de volgende. Hey, bedankt nog, hè. Nou, auto weer afgezet bij het tankstation. Hij vroeg aan mij, kan je me naar de Spaanse polder brengen? Is trouwens al nu onderhand weer anderhalf uur geleden. Maar ja, ik was niet daar in de buurt en ik moest ook nog verder de A13 op. Dus dat ging hem voor mij niet worden. En ook dan tegen vergoeding gaat het niet. Want ja, als er al je bestaande klanten moeten wachten voor zoiets, dat kan je niet maken. Dus wat ik daar ook al weet, ik wil echt met alle liefde iedereen helpen. Alleen deze week komt het er telkens niet van. Vorige keer natuurlijk al met die meneer zonder brandstof en nu deze weer. Ja, dat heb je wel eens, kan gebeuren. Dus. Jullie zitten natuurlijk al 2 weken te wachten op waar ik nou eigenlijk ga werken. En het moment is daar om dat te onthullen. We zijn er vandaag. Het is al een paar weken geleden opgenomen, dus die beelden die branden al een tijdje in mijn zak. Maar het is nu toch echt tijd. Barendrecht. We hebben een super groot IM-gebied, dus dat is voor jullie kijkplezier. Gaat dat alleen maar voordelen opleveren. En we zijn nu even een rondleiding. Kunnen jullie zien waar we terecht gaan komen en wat jullie nieuwe aanzicht wordt in de video's? Dus we gaan eens even naar binnen. We krijgen een rondleiding. Ik word nu al goed ontvangen door de nieuwe collega's. Hier hebben we de ontvangstbalie met onze receptionist. Nu even zwaaien naar de mensen. Dus dit is de ontvangsthal. Hier zit dan de planning, de receptie en het management. Met een aquarium. Voor de mensen die mij onderhand langer volgen weten dat ik dat hartstikke leuk vind. Dat is wel ontspannen op je werkplek. Als je dan ooit een keer een momentje niks te doen hebt, dan kan je even in plaats van tv kijken naar visjes kijken. Gaan we weer verder. Onze kantine. Daar valt weinig aan te zien. Dat is denk ik overal wel een beetje hetzelfde. Waar gaan we heen? De schaderuimte. De schaderuimte. De mensen schade invullen. Ah ja. Dit gaat aan. En nog een aquarium. Nog een aquarium. Ik zelf sta ook allemaal voor verrassingen hier. Zo, maar dat is er wel één ook. Super dik. Maar hier na een aanrijding of zo kunnen de mensen hier ja, dan... Ja, mensen kunnen hier de schadeformulier invullen. Ja. Dan hebben ze toch een soort van rustig plekje. Ja. En dan... Hebben wij ook niet veel last van de mensen, zeg maar, op kantoor. Ja, met telefoon en zo natuurlijk. Oké, ja. En voor de kinderen een speeltafel. Ja, kun je ze zoeken hebben. Op naar de volgende ruimte. Dan heb je hier de werkplaats. Beter een rommeltje. Wow, dat hoort erbij. Oh, met bruggen ook een eigen werkplaats. Ja, dat is wel. En dan, als de mensen met pech staan, helpen ze ook soms op weg door... Ja, dat ligt er een beetje aan hoe druk dat moet hebben. Ja. Maar ja, als de ruimte daarvoor is, willen ze wel graag helpen. Ja. Dat is nog eens klantgericht. Dus mocht ik of een van mijn collega's jullie ooit van de snelweg halen en er is ruimte voor, kunnen we dat dus hier gelijk doen. Ken ik toch nog een beetje aan mijn monteursverleden sleutelen, letterlijk en figuurlijk. Oké. Nou, 2 bruggen. Top. En verder. Wat hebben we hier nog mee? Hiernaast hebben we nog een schade waar alle schadevoertuigen neergezet worden. Ja, dus als ze lekken en zo, zodat ze niet op straat hoeven. Ja, of als de ruiten eruit liggen of olie en kaas. Oké. Kunnen we die netjes binnenzetten? Oh ja. Ah ja. En er staan nog wel goede klappen tussen ook. Zo. Dit is ook een beste geweest. Dat is niet met 30 gegaan. Geen idee, ik ben niet meer geweest. Nee, dat zien we zo wel. Oké. En daarachter ook nog. Dat is natuurlijk als je de lekkende auto's natuurlijk buiten zet, dan loopt al die lekkende olie en zo loopt allemaal aan de grond. Ja, dat moet je niet willen, dan krijg je dus milieuvervuiling. En dat is niet de bedoeling. En dan hier is het buitenterrein nog, waar we net zijn begonnen. Hier komen dan de pechauto's of ook schade? Nee, ja, pechauto's inderdaad en schades die niet lekken of geen lichte schade. Ja, oké. Dat is ook iets, omdat er zo'n groot. Het is zo groot dat er meerdere vestigingen zijn. Dus we gaan ook nog even bij de andere vestiging kijken, zodat jullie wel een compleet beeld krijgen. Er zijn totaal 4 vestigingen.
4. Ik weet niet of we ze allemaal gaan laten zien vandaag, maar in ieder geval nog minimaal 1. We gaan die kant op en dan kunnen jullie dat zien. We zijn met deze DAF naar de volgende vestiging gereden. En we zijn nu in Rozenburg. En ik weet zeker dat jullie Rozenburg leuk vinden, want... Tadaa! Ik ga hem even goed laten zien. Dit is Lubas. Zo wordt hij hier genoemd. Hendrik, die rijdt daarmee. Hoi. Dit is de vaste plek voor die auto. Dat is dus Rozenburg. En vanaf hier, tot waar rijden jullie met dat ding? Dat ligt er maar net aan. Ik heb natuurlijk het CNV-contract. Ja. En dan kun je vestigingen aan- en uitzetten. Ja. Stel voor, de dichtstbijzijnde bergen zijn niet wij, maar iemand die rijdt de buurt. En die staat uit, dan komen wij weer in beeld. Oké. Dus het is echt net afhankelijk. Ja, maar wat is echt de max? Tot waar ben jij ooit geweest? Ja, tot waar. Ik denk dat mensen thuis nu gaan zitten lachen. Dat is ook van mijn collega's, want ik rijd niet zo graag ver. Maar wat is ver? Ja, Belgische grens komen regelmatig. Ja, dus zeg maar Hazeldonk. Hazeldonk, ja. En ver dan, in Brabant. En dan ook de Maasvlakte hier? Jazeker, ja, dat is ook. Deze gebruik je natuurlijk vooral voor dat soort dingen. Oké, en wat kan je over die auto zelf vertellen? Ja, het is een Volvo FMX. Hij is bijna 2 jaar oud, geloof ik. Ja? Het is een vrekker, een leperinstallatie. Ja, want dat hangt... Kijk, dat is voor jullie, voor mij ook nieuw, hè? Want ik heb hier nog nooit mee gewerkt. Maar bij de taco-auto die jullie van mij gewend zijn, dan rij je natuurlijk de auto gewoon de bak op. Maar met een vrachtwagen gaat dat niet. Want dan word je en veel te hoog en dat is veel te zwaar. Dat is niet te doen. Dus dit is een gigantische lepel. Voor jou klinkt dat natuurlijk allemaal heel overdreven, maar voor mij is dit allemaal hartstikke groot spul. Want dit klapje, hier zet je dan armen op. Ja, dit klap je uit. Ja. Die gaat eigenlijk horizontaal, deze stang die rechtop staat. Ja. En dan zetten we diverse hulpstukken op, ook echt type gerelateerd. Ja. Die heb ik dan hier in de kast, ik kan het zo wel even laten zien. Ja, dat en dan kan je alles, dan kun je eigenlijk in de grill, in de neus van de vrachtwagen monteren. En dan kan je het op een veilige manier afslepen. Niet normaal. Moet je die lierkabels ook zien? 20 ton schrik als ik uit mijn hoofd. 20 ton? Dat ding, dat is gewoon 2 vingers. Dat is wel even een andere koek. Ja. Ik kan ze hier op het trapje gaan staan en dan zie je zitten. Kabels. We hebben zelf een trapje, jongens. Ik moet uitkijken dat ik mijn nek niet breek, want zo lenig ben ik niet. Ik kan er ook boven zitten. Ah ja, moet je kijken. Dat is dus heel die arm, met alle hydrauliek en alles die eronder hangt. Ketels. Ah, dit is echt mooi spul. Wie weet gaan we een keer mee, dat denk ik wel. Zeker om het jullie ook te laten zien. Even uitkijken dat ik mijn nek niet breek. Maar dan gaan we dat ding een keer in actie zien. Dat is natuurlijk helemaal tof. De kast is geopend. Dat is ook wel iets meer ruimte dan wat we gewend zijn. Ja. Zie, heb je al het gereedschap in liggen? Want ik neem aan voor aandrijven afstand los te maken en ja, zo. Dat heb je natuurlijk allemaal nodig. In een ander vakje zitten. Ja. Maar zoals je ziet staan hier allemaal typen van vrachtwagens op. Er staat er één uitgelezen. Dat zijn types vrachtwagens waar je standaard hulpstukken voor kan gebruiken, zeg maar. Kijk, ja. Maar bijvoorbeeld die DAF die jullie van mij gewend zijn, van Roos nog, die heeft die boelbar. En die zit er voor mij erin gedraaid. Deze. Ja, waar die stukken in komen. Ja. Moet je dan, als je hem af gaat slepen, die boelbar eraf halen? Nee, je kan dan ervoor kiezen, zeg maar, zoals je hier links in de kast ziet. Ja. Iets zwaarder spul natuurlijk. Dit noemen ze een vork. Ja. Nou, dan kan je zeg maar met deze op de lepel schuiven. Ja. En dan pak ik hem onder de voorwielen. Oké. Okay. Ja. Dezelfde als met een, van de grond. Ja, met een op die auto zeg maar de lepels. Komt een beetje op hetzelfde neer. Ja. Alleen klapt hij dan in plaats van. Onder, je pakt het onder de as en niet onder de band. Oké. Okay. Ja. Onder de band kan ook. Ja, onder de band kan het ook. Oh, ja, maar dat is voor echt voor onder de as. Zit dat hier ingeschoven? Iets groter dan maar dat is wel allemaal slim weggewerkt, joh. Je hebt echt veel ruimte. Ja. Mooi spel. Ja. Oké. Okay. Kikken. En de mensen die kennis hebben van vrachtwagens, die weten natuurlijk wat dit betekent. Dat staat voor het vermogen van de vrachtwagen. Dat is ook wel even een stuk serieuzer. De DAF waar ik normaal mee reed was 300. Die DAF daar, als ik net goed heb gekeken, is 280. En dit is dus 540. Oh, stiekem even in de cabine kijken, dat mag vast wel.
Dat is natuurlijk ook een stuk groter. Hier krijg je wel echt meer vrachtwagen idee bij. Dit is geen... Ja, super tof. En hoog ook. Ja, dat is een mooi spel. Oh. Oké. Okay. En hier hebben we gelijk een mooi voorbeeld staan. Ik weet niet of jullie het al stiekem voorbij alles in komen. Dit is dan het soort werk wat je moet gaan doen. Nou heb je dan aan deze wagen niet zo heel veel natuurlijk met zo'n klus. Maar dit is niet de enige. Deze heb jij van de A17 afgehaald? Ja, volgens mij wel. A17 uit mijn hoofd. Ja. En hoe is dit gekomen? Weet je dat? Ja, oorzaak weet ik niet. Nee? Ja, zoals je ziet is die uitgebrand. Zo? Ja. Nee, de oorzaak, ik heb geen idee hoe dat het gebeurd is. Maar het zal iets van kortsluiting zijn waarschijnlijk. Ja, dat is bizar. Hè? Dat begint dan met een heel klein brandje. En voor je het weet staat het er zo bij. Ja. Er hoort ook nog een tankwagen bij, erachter. Er hing een tankwagen achter? Ja. Ik hoop niet met brandstof. Nee, hij was gespoeld van gestoffen. Dus er zat geen gevaar meer aan voor hem. Oké. Okay. Ja, maar dan wordt het nog redelijk te redden. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dan wordt het nog serieuzer natuurlijk. Ja, dan moet je even uit de buurt blijven. Zo. Ja. Dan moet je kijken hoe ver. Dit is het motorblok. De kleppendeksel die was van plastic. Want je ziet zo de kleppen zitten. Ik weet niet of het goed te zien is op beeld, maar... Op de snelheidsbak is het licht op de grond. Die steunen zijn van weggebracht. Die steunen zijn, zo heet is het geworden. En de versnellingsbak. Iedereen die vrachtwagenmonteur of iets is, die herkent dit allemaal wel. Dat is een koppeling. Of tenminste, dat is de drukgroep en daarachter zit de koppeling. Maar... En dat is de cabine. Die stond hierop, neem ik aan. Ja, stond erop. Oké. Maar kijk, dit soort auto's, dat wordt dus met een soortgelijke auto weggehaald. Dat is, die gaan we misschien straks nog zien. Maar die heeft dan in het midden zeg maar een grote kraan. En dan hebben jullie dit op een dieplader gehesen? Ja, we hebben dit op een dieplader getaagd inderdaad. Ja. We hebben ervoor gekozen om de cabine eraf te halen. Ja. Het is zo ver kapot. Ja. Zodat hij er niet afvalt of zo? Nee, op dat moment hadden we ook geen hele lage dieplader ter beschikking. Weet je, dit is gewoon... Het blijft dit hoog. Dit is 5-6 bouwtjes en dan is hij eraf. Dus dat is het werk ook niet. Nee, precies. Kikken. Oké, nou, dit is vestiging nummer 2. Dat is Rozenburg. En ik kijk er echt naar uit om hier een keertje mee pad te gaan. Althans mee, want ik ken natuurlijk nog helemaal niks... Maar dat geeft niet, je kan alles leren. Dus wie weet ooit in de toekomst dat ik zelf nog wel met zo'n ding aan de slag ga. Maar voorlopig houden we het even bij de lichte berging. Dus op naar de volgende vestiging. We zouden eigenlijk naar Zwijndrecht gaan, maar we zijn heel ergens anders beland. In Den Haag wel te verstaan. Hier worden de wielklemmen gezet en de wegslepers voor de gemeente Den Haag. En dat doen ze met busjes. Die busjes die rijden dan... op meldingen, hoe noem je dat? De handhaving die geeft dan een melding aan hier. Van joh jongens, er staat hier een auto die moet een wielklem hebben. Of moet weggesleept worden. Nou, die wielklemmen worden met deze bussen uitgedeeld. En dan gaan ze naar dit depot toe. En hier kunnen ze dan worden opgehaald. Ga ik jullie mee naar binnen nemen? Ik zei dat ik jullie mee naar binnen ging nemen. Maar we blijven nog heel even buiten. Dit is de auto waarmee die wegslepers worden gedaan. En op beeld is dat misschien niet heel goed te zien, maar dit is een vrij kort autootje. Nou, voor in de binnenstad is dat natuurlijk ideaal. Dus dit is een van die auto's waarmee weggesleept wordt. En daar staat er nog een. Dat is een lepelauto. Daar heb ik zelf nog nooit mee gereden, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is wel... het werkt natuurlijk wel gewoon. Die arm, die klapt om. En dan ken je die lepels, net als bij de heftruck heb ik jullie wel eens laten zien. Die gaan dan onder vooras of achteras, maakt niet heel veel uit. Dan kan je hem zo wegslepen. Dat is een Iveco dit. En die andere is een MN. Maar ja, zeker voor de stad, die wat kleinere auto's, is natuurlijk super ideaal. Daar kan je gewoon makkelijk uit de voeten in al die smalle straatjes. Gaan we nu wel echt naar binnen. Nou, hier sta je dan dus voor de deur als je auto weer op komt halen. We hebben hier een ontvangstruimte met hier het loket. Daar kan je dan melden en dan krijg je daar als het goed is weer je auto vrij. En de auto's worden opgeslagen in de loods. Deze deur is denk ik dicht. Hé, hij is open. Hier staat dan alles opgeslagen.
alle voertuigen. Auto's, aanhangers. Scooters staan er ook nog. Die scooters die staan hier. En daarachter liggen alle wielklemmen. Misschien kan ik dat even laten zien van dichtbij. Je aanhangers. Je hebt altijd veel wrakken met zulke dingen. Hier de wielklemmen die dan worden geplaatst. Dus ja, de scooters zijn ook meestal wrakken. Dit is het een beetje. Is er nog één locatie, maar ik denk niet dat we dat nu gaan halen. Dus als ik eenmaal echt werk bij Barendrecht, ga ik jullie dat uiteraard uitgebreid laten zien. Maar voor nu moeten we het hier even mee doen. Dus ik hoop dat jullie het een mooie rondleiding vonden. Gaan we er weer mee stoppen. En waren jullie net zo enthousiast als dat ik dat ben? Ik ben wel heel benieuwd. Barendrecht heeft echt een super mooi gebied. Wat ook heel groot is en waar heel veel gebeurt. Veel collega's. Dus ja, je pakt nooit alle meldingen. Maar goed, dat is ook helemaal niet erg. Dat is bij Roos ook niet zo. Dus ik ben heel benieuwd wat de tijd gaat brengen. Maar ik denk dat er heel veel mooie video's aan gaan komen. Ook zeker omdat zware berging. Dat is natuurlijk niet in eerste instantie waarvoor ik kom. Maar ik denk wel dat ik daar zeker een paar keer mee mag. Om jullie dat te laten zien. Dus ik heb daar nu al heel veel zin in. Dat was het voor deze week. Ik kan er niet heel veel anders van maken. Mochten jullie nog willen solliciteren, kan dat natuurlijk nog steeds bij Roos. Hebben nog steeds mensen nodig. Dus ja, zoek je werk. Wat ik ook doe. Wat ik jullie elke week laat zien. Probeer het vooral. Als je dat ziet zitten. Ik bedoel, en woon je niet in de buurt, kan het natuurlijk ook ergens anders. Hè? Want heel veel bergingsbedrijven komen gewoon mensen tekort. Dus lijkt het werkje wat, benader ze vooral. Geef ze een belletje van, joh, kan ik een keer meelopen? Kunnen we een keer praten? Is helemaal niet erg. Door heel Nederland worden bergers gezocht. Dus lijkt het je wat? Is het tijd voor je om wat anders te gaan doen? Probeer het. Voor nu, maak het niet erger, bel een berger. Tot volgende week.